Hartelijk welkom bij het vijfde Leidse Sportcongres. Wie is er alle vijf geweest? Mooi. De vijfde, een jubileum. En dat vieren we natuurlijk uitgebreid. Nou, we doen straks in de pauze. Daar hebben we een wereldberoemde Leidse Olympiër die gaat vertellen over zijn ervaringen in Rio de afgelopen zomer. Maar, hartelijk welkom dat jullie er zijn bij het vijfde Leidse Sportcongres, wat zich voornamelijk richt op sportbestuurders. En daar zijn er heel veel, ik ken heel veel mensen, ook nog een paar niet. Dus ik wil me straks graag nog even aan jullie voorstellen, anders dan dat ik hier doe. Mijn naam is Rick van der Geest, ik ben breed sportcoördinator van deze mooie stad Leiden. En breed sportcoördinator is ervoor verantwoordelijk, ja dat is een beetje, dat is nou heel makkelijk, dat is mijn schuld, maar ik wil de verenigingen helpen om na te denken over hoe zij hun vereniging nog beter kunnen leiden dan dat ze al doen. En wat doen jullie al vaak en goed? En misschien heb ik nog wel wat tips, of misschien kan ik nog wel wat dwarsverbanden vinden, of misschien kan ik nog wel wat andere ideeën bedenken om jullie daarbij te helpen. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, schroom niet om aan mijn jasje te trekken. Ik doe dat niet alle 98 vanavond tegelijk, want dat gaat er zeker eenmaal af. Maar de komende maanden ben ik gewoon tot jullie beschikking. Ik wil allereerst de zorg en zekerheid en de persoon van Hans van der Leek hartelijk danken voor het feit dat we hier weer terecht mogen. En dat betekent niet alleen de zaal ter beschikking stellen, maar we kunnen ook van die een fantastisch hapje eten. En ook straks de borrel na aflopen, sportnetwerkbol met daarin de mogelijkheid om nog verder even door te praten over het sportcongres. Dank daarvoor. De Leeuwmakelaardij heeft ons ook geholpen en die heeft een forse duik in het zakje gedaan bij het eten. Dus jullie die gegeten hebben, nou, dat was prima in orde. Dierlijk dank. En de gemeente Leiden draagt ook zijn steentje bij op voor elkaar te boksen en dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Hij valt af en toe weg. Het sportcongres wordt georganiseerd door Sportstad Leiden. En wat is nou eigenlijk Sportstad Leiden? Want ik hoor dus van mensen dat die termen een beetje door elkaar heen lopen. Sportstad Leiden is een clubje wat samengesteld is uit de gemeente Leiden. Met Ruud Marchand en ik zitten daarin. De Leidse Sportfederatie, dat is Bart de Wolf en Nicky Borgman zitten daar onder andere in. Dat is onze voorzitter Jan Breedveld, van vroeger van LZF en LSF en nog veel meer dingen. Als onpartijdig, maar vooral onbezoldig voorzitter van deze prachtige receptievoorzitter, dat is alles. En het topsportleider, daar zit Tjeerd en Tjeerd Scheffer in. En vergeet ook nog Kitty, ja, natuurlijk, Kitty Miranda van de VKG aangepaste sporten. Zitten daarin vier mooie clubs die zich bezighouden met sport en alles wat daar ligt. En die hebben elkaar gevonden en 5 jaar geleden organiseerden we het sportcongres. Nou, dat is inmiddels al bijna nieuw weg, denk ik. Dat zie ik aan de getallen waarmee u hier bent. Maar er is ook nog die sportwebsite. En die sportwebsite zegt heel stoer. Wij, op onze site vind je alles wat met sport te maken heeft in Leiden. En als het nieuw staat, staat het er morgen op. Moet je het alleen wel even horen vinden. Zetten we het er graag op. We staan voor een soort omwenteling rondom die site. Maar dan krijg je weer gewoon de informatie over als dat nodig is. Dus als we daar wat meer van weten, dan roepen we dat uiteraard. En dan laten we zien wat we daarmee gaan doen. Het sportcongres, hoe kom je tot de samenstelling van de thema's? Dat hebben we jullie gevraagd, de verenigingsmonitor. Nou, daar gaat onze wethouder straks ook nog iets over roepen. Maar die verenigingsmonitor, daar komen zulke mooie cijfers uit. En aan de hand daarvan hebben we nu die workshops, die 11, hebben we samengesteld. Zodat we jullie eigenlijk op die winkel kunnen bedienen. Want die vragen kwamen er echt uit in die verenigingsmonitor. In je congresmap vind je een handout. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk als je dat gaat zeggen. Dan gaan mensen bladeren, dan verliezen ze de aandacht en dan gaan ze die verenigingsmonitor erbij pakken. Wacht daar nog 2 tellen mee. Nee, wacht daar nog een half uurtje mee. Je mag hem straks ook mee naar huis nemen, die verenigingsmonitor. Er staan allerlei bekende getallen in en misschien leuke weetjes. Maar ook voor ons veel input om op de aanslag te kunnen gaan na dit sportcongres. Jeetje, ik heb nog veel informatie. En dan moet jij het nog wel mee gaan. Ik wil je voorstellen aan Paul Dirksen, onze nieuwe sportwethouder. Dat is natuurlijk niet helemaal maar. Voor een aantal van jullie zal het de eerste kennismaking zijn. Hij heeft al opgetreden op het sportcongres 2 jaar geleden. En is nu zo hard opgekomen dat hij nu wordt wethouder geworden. Dames en heren, graag het woord aan Paul Fijn dat ik hier mag staan. Voel dat ik een beetje als thuiskomen in de sport. Toch van oudsher mijn habitat. Zeker in Leiden. Voordat ik wil beginnen, wil ik nog even stilstaan bij. U bent allemaal sportbestuurder. Dus u bent allemaal heel actief voor de club. Sommigen doen dat al heel lang. Sommigen nog maar kort. En ik hoop
vandaag in de Hooglandskerk, waar we afscheid genomen hebben van een hele indrukwekkende sportbestuurder. Een hele fitte, krachtige man, Albert Spijker. En Aantal nu was daar ook. En, het is wel mooi om even te beginnen. Ik weet zeker dat als hij zou weer geweest zijn, want zo was hij. Altijd bezig met sport en waterpolo vooral en zwemmen. Dus ja, het is vreselijk verdrietig om te zien dat iemand zo uit het leven wordt genomen na 7 maanden. Nog een jong gezin. En heel mooi in de plek afscheid, maar het is ook wel goed om even voor jezelf ook stil te staan bij Albert en wat hij voor sport in Leiden betekent. Ja, zoals Albert dat ook zou doen, nou, daarna hè, zet je wel even gewoon wat waterpolo en gezond in het weekend. Dat is in de geest van iemand die vond ook dat hij altijd in het sport bezig moet zijn. Dus we gaan hier ook maar gewoon beginnen. Ik neem een paar dingen met u door. Ik zal me eerst kort even voorstellen voor de mensen die ik nog niet ken en die mij nog niet kennen. Dan wil ik iets vertellen over de ambities. Die zult u wel herkennen. Die komen al een aantal jaren voorbij. En we kunnen straks doornemen waar staat dan eigenlijk op die ambitie. Dan wil ik nog iets vertellen over wat ik er persoonlijk aan zou willen toevoegen. Het is natuurlijk een rijdende trein waarop ik gesprongen ben voor de zomer. En ik wil ook wel kijken, ja, met ideeën waar ik daar zelf nog iets aan toevoegen zou willen. En tot slot kijk ik ook alvast een beetje vooruit. Nou, aangenaam Paul Deersen. Als wethouder is het zwoegen. Dat was dan bij de Leidmaarton. Als u goed oplet dat die man in het groen daar helemaal een moeilijke proberen om 10 kilometer te halen. Ik ben Paul Deersen, ik woon in Leiden al mijn hele leven. Ik ben vroeger in voetbal begonnen en zeg maar een beetje op niveau geëindigd in de tennis, maar niet meer helemaal voorstellen. Maar ook als tennisbestuurder actief geweest in de stad. En ik ben getrouwd met Sascha, ik heb 2 dochters, Suus en Sarah. Ik doe vooral aan compiet overigens. Ik ben sinds 17 juni wethouder sport, onderwijs en duurzaamheid in deze mooie stad. Nou, dan even kijken naar het sport. Hè, want, waar zijn we nou eigenlijk mee aan het werk met sport? En even voor u terughalen, er ligt een sportnota uit 2012 waarin eigenlijk 3 ambities werden gesteld. 1. We willen zoveel mogelijk Leiden naar in beweging brengen en houden. En daar is een norm voor gesteld, 3 van de 4 Leidenaren bewegen. En daar is een beweegnorm voor, dat we nog kunnen bijgaan. Dus. Uiteindelijk is dat de kapstok waarom we het allemaal doen. En de waarde van sport, maatschappelijk, sociaal, economisch, voor jezelf en voor je omgeving. Dus dat is uiteindelijk de grote paraplu. En wat hebben we dan in Leiden te doen om dat te bereiken? Nou, dat gaat heel veel over voorzieningen, waar u dagelijks als club gebruik van maakt. Dat die op niveau zijn en dat die betaalbaar zijn. Dat is een hele belangrijke ambitie. En daarnaast, ik noem dat maar even hardware, om het maar even in een computertermen te houden. En daarnaast heb je heel veel ook software. En dan gaat het vooral over u en uw club. Hoeveel mensen zijn hier uit een niet georganiseerde sport? Ja, dat zijn er maar een paar. Ja, dus, dat is over, daar kom ik zo nog op terug op dat punt. Maar waar gaat het om? Als vereniging sta je niet in de samenleving. Dat doe je vaak bijna altijd als vrijwilliger. Sommige clubs hebben inmiddels een professionele kracht, maar bijna altijd doe je dat met andere professionals, hè, die niet uit de sport maken. Nou ja, allerlei andere takken van de maatschappij. En daar probeer je met elkaar het voor de leden zo goed mogelijk te doen. Nou, dat is in deze samenleving niet eens zo eenvoudig om dat met elkaar goed te doen. Dat gaat over accommodaties, maar het gaat ook over keuzes maken over jeugd aan je binden, over maatschappelijke waarden van je, verbinding met de wijk, verbinding met scholen. Als sportliefhebber zeg ik wel soms helaas niet genoeg om te zeggen, de sport om de sport, je moet ook echt wel je plek in de samenleving als maatschappelijke organisatie laten zien. Dus, en daar willen we in Leiden graag vitale vereniging, daar willen we als gemeente aan bijdragen, dat je een vitale club bent. Nou, dan kun je wel discussiëren, wat houdt het dan in, maar het gaat wel ook over leden aantallen en over die maatschappelijke waarden. Over degelijk financieel beleid en betalingsacties van dat soort zaken. Dus dat is iets waar bijvoorbeeld Rick heel druk mee is, om jullie ook te helpen om vitaal te zijn en te blijven.
Dat is de ambitie uit 2012. Daar zijn we begonnen. En dan is de natuurlijke neiging, toen ik daar aan de andere kant zat, deed dat ook altijd. Ja, het schiet allemaal niet. He, waarom zijn we nog niet verder met die ambitie? Nou, dat is logisch. En je wilt ook altijd verder en door. Maar tegelijkertijd gaan er best wel veel dingen gaan er goed. En ik wil er toch een paar noemen. In Leiden zijn we al sinds jarendag heel actief met schoolsport. En ik heb van Rick begrepen dat zo'n 30% daarvan uiteindelijk ook doorschuift, hè, blijft bewegen en ook lid wordt van de sport. Dus dat is niet iets wat we altijd weten, maar dat is eigenlijk iets wat al heel lang heel goed werkt. Het gaat heel erg over mensen in beweging brengen en houden. Dat geldt ook voor de openbare ruimte. Dit is Kroostfijn, mountainbike route die daar is aangelegd. Het is eigenlijk een voorbeeld van hoe je in de openbare ruimte bewuste keuzes kan maken om mensen meer te laten bewegen. Is ook iets waar we ook nog wel veel meer in kunnen doen. Maar het is ook wel iets wat afgelopen jaar gerealiseerd is. Nou, we hebben de Koningsspelen in Leiden. We weten allemaal, tenminste, er is onderzoek gedaan en als je dan kijkt naar het bewegen van onze kinderen in het primair onderwijs, dat is een van de andere portefeuilles, dan hebben we daar nog wel een slag te maken. En dus het gaat ook over gymzalen, het gaat ook over vakdocenten die ook les kunnen geven. En dan zie je dat we ergens onderaan de middenmoot hangen ten aanzien van hoeveel uren per week bewegen onze kinderen op het onderwijs. Maar als je dan gaat kijken wat hebben we dan daarnaast, dan, hè, dat wordt dan in die rapportage niet meegedaan. Dan doen we het eigenlijk best goed, dat hebben we de coördinatiefunctionarissen. We hebben de Koningsspelen waar we 9000 kinderen tegelijk in beweging brengen. Dus dat herstelt de balans weer een beetje van dat beeld. En dat is ook iets om trots op te zijn. Nou, accommodaties, sportvoorzieningen. Betekent ook dat je ruimte moet geven om te groeien. Dat doen we dan met kleine stapjes. En in ieder geval iets wat we hebben kunnen doen is om bij Hockeyclub Lauwburg daar een waterveld aan te leggen. Waardoor hebben we ook versneld gedaan om te zorgen dat ze ook daar in ieder geval weer veilig en goed kunnen sporten. En ik heb in ieder geval, ik ben op mijn dochter hockey weliswaar, maar ik heb er verder niet zo heel veel verstand van. Ik begrijp wel dat het kwalitatief in ieder geval mooi is. Dat is ook gebeurd afgelopen jaar. De Vliet. Een voorbeeld van als je als gemeente een taakstelling hebt, hè, dus je moet eigenlijk met minder geld niet aan dezelfde kwaliteit bieden, dan moet je ook op zoek naar hoe kan dat dan precies. Nou, er zijn een heleboel vrijwilligers rondom het zwembad De Vliet opgestaan. Ten eerste toen daar plannen waren om dat zwembad misschien wel op te doen, om te zeggen nee, daar gaan wij voor staan, dat willen wij niet, dat heeft voor ons een functie. En die groep is uiteindelijk ook toegegroeid naar een groep mensen die zegt, nou, wij willen dit ook wel gewoon helpen in stand houden. En wij willen samenwerken met het team van Tom Keizer, die de zwembad exporteert, om te zorgen dat we ook langer open kunnen. Nou, we hebben afgelopen seizoen een pilot mee gedraaid en dat is zo bevallen eigenlijk dat er nu ook plannen worden gemaakt om dat verder te gaan uitbouwen. Dus dat is ook een mooi voorbeeld hoe je met elkaar verder kan komen. Deze is ook al wat langer nu. Leiden Marathon is heel bekend, bij iedereen van u wel, denk ik. Maar wat goed is dat we, denk ik, nu hebben opgeschreven wat hebben we nou eigenlijk aan elkaar. Hoe belangrijk vinden we nou eigenlijk dat dat evenement in de stad plaatsvindt? En wat willen wij daar als gemeente voor doen? Dat hebben we in een convenant vastgelegd. Daar staat eigenlijk klip en klaar in wat mag de organisatie van Leiden Marathon ons verwachten als gemeente en andersom. Dus dat is ook een manier om continuïteit te bieden en ook om te laten zien dat de stad dat dit een belangrijk evenement voor ons is. Nou, dat zijn zo wat dingen die de afgelopen, eigenlijk sinds u hier was vorig jaar, toch wel zijn gerealiseerd. En als ik dan naar voren kijk, ik ben nu bijna 5 maanden binnen als wethouder, dan zie ik dat er een heel belangrijk jaar op doet. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we een aantal van die ambities die zijn geformuleerd ook echt in onomkeerbare besluiten willen gaan opnemen. Nou, allereerst gaat het heel erg over die ambitie van sportvoorziening. In 2017 gaan we besluiten nemen over een combibad aan de Vliet. Dus naast het zwembad De Vliet, het buitenbad wordt een indoor zwembad gebouwd. We gaan een besluit nemen over, het heet topsporthal en het is meer dan dat, want het gaat over een topsporthal waar ZZ Leiden, waar het onderwijs, Leonardo College en de breedte sporten in de stad
zo goed mogelijk met elkaar en naast elkaar zo vaak mogelijk kunnen sporten. Dus dat is eigenlijk veel meer dan een topsporthal. Dat is ook de hal waar het Leonardo College, wat een sportschool bij uitvindt, ook de hele dag door in drie zalen ook met hun leerlingen kan lesgeven. En het gaat ook over in de avonden en heel veel van die clubs daar handbal, korfbal, volleybal. Dus dat is het tweede project waar we nog, en dan in gemeentetermen eerst een kaderbesluit, maar een uitvoeringsbesluit ook nog te nemen. Kom je wat loopt daar nog wat voor? Daar is het kaderbesluit genomen, een uitvoeringsbesluit genomen. Dat is eigenlijk het laatste stapje voor het geschoppen de grond ingaat. En dan hebben we natuurlijk de ijshal. Ik zie al wat dingen voorop zitten hier. Ook daar gaan we een kaderbesluit nemen. En daar zijn we heel ambitieus ook aan de slag om te kijken of we dat samen kunnen doen met een hele grote groep in de regio. En heel veel schaatsers uit de omgeving die daar met heel veel plezier gebruik van maken. En samen met de ijsclubs zijn we nu aan het kijken of we meer gemeenten kunnen mobiliseren om daar mee te doen. En waarom doen we dat? Eén, omdat we vinden dat dat een moderne manier van bestuur is. Hè, dat we verder kijken dan onze gemeentegrenzen. En twee, omdat we ook graag een baan willen aanleggen waar je bepaalde wedstrijden kan. Dus jullie willen eigenlijk gewoon een goed niveau aan kunnen leggen. Nou, we hebben wat dat betreft de financiering voor de 250 meter baan. En dan willen we kijken als we met elkaar de schouder onder zitten, dan kunnen we misschien nog groeien naar 333 meter. Dus dat zijn de besluiten die moeten door de gemeenteraad. Een aantal van de raadsleden zijn hier ook aanwezig. Kunnen jullie even je hand zetten? Maarten, Yvonne, Aan, Martijn, zijn hier ook aanwezig. Dat zijn uiteindelijk de besluiten die we met elkaar moeten gaan nemen. Nou, we gaan aan de slag met de resultaten van Voetbal Vitaal. Dat is een, eigenlijk als doel om het voetbal in Leiden weer op de kaart te zetten. Dat gaat over sportparken, dat gaat ook over vitale clubs. We zijn aan het werk om daar voor het eind van het jaar een product voor op te leveren waarin eigenlijk de route staat om tot die vitale vereniging, vitale sportparken te komen. Dat wordt een, zou ik het zeggen, een plan met een lange termijn een doorkijkje en een plan voor de komende jaren om richting die lange termijn te gaan. Dus dat is een belangrijke. Dan gaan we ook kijken in, er is ook al door de raad gezet, kijken ook of je bepaalde sportparken kunt verzelfstandigen. Qua beheer en onderhoud, nou, daar zijn we met de tennisvereniging over in gesprek. Dus dat is ook iets wat op de rol staat voor de komende maanden. En we hebben het stimuleringsfonds, dat is door een aantal raadsleden zelf aangedragen. En een hele logische redenering, sport gaat heel vaak over sportvoorzieningen, over de hardware zoals ik net al zei. Maar je moet ook heel veel aan de software doen, aan de beleidskant doen en aan de zachte kant doen om ook te zorgen dat er in die voorzieningen ook van alles gebeurt. Nou, dat stimuleringsfonds is een, daar kun je vanaf 1 januari 2017 gebruik van maken. Het is gebaseerd op co-financiering. Wat betekent dat? Als u zelf een heel goed plan hebt en u heeft daar ook wat financiën voor bij elkaar gepakt, dan kunt u dat bij het stimuleringsfonds aanmelden en dan wordt dat met een bijdrage vanuit het fonds wordt dat verdubbeld of dat is een beetje afhankelijk van het bedrag. Die regels daarvoor die zijn we nu aan het maken. Dan gaan we, ik hoop voor het eind van het jaar allemaal vaststellen ook in de raad. En dat is een potje van 500.000 euro in totaal. En dat is eigenlijk bedoeld om de sport aan te jagen. Dus echt niet in stenen, maar vuur in. Nou, dat kunnen allerlei dingen zijn. Dus het is goed voor u om dat goed blijven volgen, want dat biedt ook kansen voor zowel voor de georganiseerde als ongeorganiseerde sport. Ja. Ik heb hier ook beloofd dat ik er zelf ook iets aan zou vastplakken. Want ik zei al, ik stap op een rijdende trein en eigenlijk is mijn primaire focus daar dat we gewoon het gaan doen en dat we tempo maken en dat we daar het brengen daar waar we willen dat het moet komen. Dat hebben we al eerder bedacht, maar we moeten er nu komen. Dat is helder en daar zal ik ook vooral op blijven sturen. Maar ik wil er ook nog iets aan toevoegen. Ik zou sport heel graag willen verbinden ook aan onze stadvisie. Als we in Leiden praten, we ook vaak over twee dingen, is kunst en over cultuur, historie. We hebben een schitterende stad, hij wordt steeds mooier. Maar ik mis persoonlijk soms wel eens de verbinding met sport. En met sport als beweging, niet zozeer alleen de verenigingen, maar ook de ongeorganiseerde sport. Nou, ik vind dit bijvoorbeeld de mascotte van Zesde Leiden een mooi voorbeeld van hoe je sport en de stad kan verbinden. Want dit gaat ook over cultuur. Hè. We pakken hier een icoon.
de T-Rex die hier iets verderop langs de bestrijd laat staan. Oh, ik kijk alleen maar naar de en dan gaan wij het is een mooie manier om cultuur en sport aan te voeren. En dan zie je ook de economische waarde van sport. Dat je via sport ook een boodschap kan brengen over wat je als stad te bieden hebt. Dus dat zijn dus een voorbeeld van iets waarvan ik denk dat zouden we vaker moeten doen. Dit soort interventies maken. Geldt overigens ook voor verbinding maken met onderwijs. De combinatiefunctionarissen zijn daar ook wel heel hard mee bezig. Maar het zijn nog te vaak, zeker als je kijkt naar het zijn dezelfde kinderen, het zijn nog te vaak gescheiden werelden. Dat is ook iets waar ik wil kijken, kan ik daar iets in betekenen om die wereld aan elkaar te brengen. Geldt ook voor de wijk. Niet alle verenigingen, maar sommige verenigingen hebben een duidelijke wijkfunctie. Nou, kijken ook of je dat kan versterken met elkaar. Dus daar hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel. We hebben wel iets geroepen over wijksportparken, maar dat hebben we eigenlijk nog niet echt verder uitgewerkt. We moeten ook kijken, kunnen we daar ook een. In de keuze die we maken, kunnen we dat terug laten komen. Dat is een beetje hoe ik er in de wedstrijd zit. En ik heb ook wel wat verwachtingen van u. Want dit is heel nadrukkelijk iets wat we alleen nog kunnen bereiken als we daar met elkaar optrekken. En deze samenleving is volop in beweging. Er gebeurt van alles. En je moet als vereniging daarvoor in mee bewegen. Dat is onvermijdelijk, wil je relevant blijven voor je leven. Dus mijn oproep is altijd kijken, en daar zijn ook dit soort sessies voor bedoeld. Laat je inspireren vanavond. Praat met mensen, kijk of je ideeën kunt gebruiken voor je club. Dat is heel belangrijk. Daar is Rick ook heel belangrijk voor om te zorgen dat jullie daarin de goede dingen kan maken. Dat is één. Twee, zoek naar die verbindingen waar ik het net over had. En zoek naar wat je bindt. We zitten nu midden in voetbal vitaal als voorbeeld. En dat gaat ook over hoe gaan we met elkaar de schouders eronder zetten. En niet over hij wel of hij niet. Je moet gewoon met elkaar dat verder brengen. En dat betekent dat je ook moet zoeken naar wat je bindt. En vandaar kun je eigenlijk altijd wel iets vinden om met elkaar verder te gaan. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke boodschap aan u als verenigingsbestuurder. Kijk ook, neem ook die verantwoordelijkheid om te kijken wat bindt ons nou in plaats van wat maakt ons anders. En kijk hoe je daarvan verder kan komen. En tenslotte, beschouw ons, de maatregelen ons als wethouder, gemeenteraad, ambtelijke organisatie, beschouw ons als een partner. En om samen de kracht van sport nog meer te laten zien in de stad. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het is wel een bepaalde mindset. En dit gaat bijvoorbeeld ook over. Zoek ons ook op. Zoek mij op en zoek Tom op en zoek de mensen aan de beleidskant op. Om ook dingen voor elkaar te krijgen. Zoals ik zei, dat stimuleringsfonds, dat is een prachtig vehikel om met elkaar op te trekken. Om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is heel belangrijk. Wat hier ook bij hoort, een van de dingen waar ik van geschrokken ben als bestuurder, is eigenlijk de betalingscultuur in Leiden. En ik heb een lijst gezien van. Het gaat misschien niet over u, maar over de anderen. Ik ben daar echt van geschrokken. Van de betalingsachterstanden die er zijn. En dan denk ik, als we samen moeten optrekken, dan zit daar ook een verantwoordelijkheid aan uw kant. Dat we gewoon op tijd ook onze rekening doen. Dus dat is ook iets waar, daar ligt aan twee kanten van de tafel. Ik ben er wel een beetje doorheen zo.